Hey, goedemiddag. Het is net middag, Mami hier vanuit Arnhem. Ik ben onderweg naar Schorl, want vandaag heb ik een hele leuke klant, namelijk mijn moeder. Mijn moeder heeft jaren geleden al een keer de stijlsessie bij mij gedaan. En nu is ze toe aan nog een garderobecheck. Dus mijn broertje heeft mij ingehuurd om met mijn moeder de garderobecheck te doen, omdat mijn moeder woont bij mijn broertje. En laten we zeggen, de spullen stapelen zich op. Help, my mom is a hoarder. Niet mijn man is klusser, maar mijn moeder is een verzamelaar, is deze aflevering. Dus ik ga naar Schorl om dat te doen vandaag. Mijn dochter zou meegaan, want zij loopt stage bij mij deze week. Maar die is niet lekker, dus die blijft thuis. En mocht je nou afvragen wie ik ben en wat ik doe? Mijn naam is Mami Joses, ik ben personal songwriter en ik ben zangeres. En ik ben de liefdespiegel van de ondernemende moeder. Dat betekent dat ik ondernemende moeders eraan herinner om zelfzorg op nummer 1, wat? Nummer 1 te zetten. Niet op nummer 2 of 3, maar op nummer 1. En dat doe ik op verschillende manieren. Zo in het voorjaar is mijn bedrijf open om je te helpen met je garderobe, om stijlanalyses te doen, kleuradvies, wat past bij je figuur, wat past bij je lifestyle. En de rest van het jaar ben ik vooral bezig met liedjes maken op maat. Ook wel de liefde spiegelen, daarover meer op de website, op deliefdespiegel.nl. En het hele jaar door verkoop ik mijn nieuwste boekje, mijn eerste kinderboek, Prinses Mama, en mijn training 21 dagen Me Time voor Mama. Dat is een meditatie voor moeders. Nou, dat dekt wel zo'n beetje de lading van wat ik doe. En waarom ik het doe, is omdat ik stiekem geloof dat mama's de superhelden zijn van de samenleving. En als je een moeder kunt herinneren aan het belang van zelfzorg, dan herinner je eigenlijk een heel gezin daaraan. En dan geef je het ook door aan de volgende generatie. De kinderen groeien ook op met het idee, ik mag goed voor mezelf zorgen. Het is mijn verantwoordelijkheid om goed voor mezelf te zorgen. En ik help je eigenlijk om liefdevol te zijn aan jezelf. Dus dat zie ik als mijn taak, als mijn roeping. Om je te helpen zeggen, ik hou van jou tegen jezelf en tegen die ander. En ik heb een hele leuke moederdagactie. Maar daarover op een ander moment meer. Hey, ik wens je een fijne dag. Ik geniet van dit weertje, maar ik hou van de zon. Ik hoop jij ook waar je ook bent. En dat je vandaag een moment vindt om die zelfzorg weer stevig op één te zetten. Of als je dat al doet, te blijven zetten. Ik ga naar de trein. Heel veel liefs. Mwah!